is Anton Gaugler, kwekerijbestuurder hier bij Kuis, hier bij Vredendal. Ons hier ons gronde bij Stella Winery. Soos julle achter ons kan sien, is ons bezig met die uithaalproces van wingerdstokkies in ons kwekerijen. Dus die tijd juni maand, wat is het uithaal. Die stokkies word onder afgesny, van die wortels af en boon die loote uitgetrek. En dan word hy op een waag gepak waar hy stoor toe gaan, waar ons om dan sorteer en uitklas en tel vir versending. Hier achter my begin ons nou die stokkies uithaal in die land uit. Soos jy al sien, dis een tamelijke intensieve proces. Ons het een uithaler wat ons ingevoer het uit Duitsland uit. En dan die stokkies word op een diepte gesny onder die wortels en met dit word sy kuif opgetrek deur twee belde. En dan word hy basis by mekaar gemaakt en op die waag gelei waar hy dan na die stoor toe moet gaan. Uitdroging is vir ons baie belangrik dat dit nie gebeur nie. So ja, kyk maar hoe dit werk. Oké, ons het die stokkies uitgehaal uit die kwekerij uit, wat hulle laatste video's van gevat het, wat ons geplant het. Het is een onderstok, hier so kan jy sien is een endlas, is een omega snit endlas. Dan is hy gewaks, dan word hy uitgeplant in die kwekerij en dan groei ons basis die loote en die wortels onder toe. Dan word hy uitgehaal met die ploeg, word stoor toe gebring en daar so word hy dan geklas. Die minimum standaard is 200 mm vir die onderstok. Die boostok moet een loot of twee loote hê van ook 150 of 200 toe. En 5 cm van die eindlas af moet hy 3 mm dik wees. So die stok is dik genoeg. Die wortels is basis een minimum van 3 wortels wat reg rondom die stok is. Ook van 150 lang. En soos julle sal sien, die stok het sterk genoeg wortels. En dan die belangrikste is die draaitoets wat ons doen. Waar die eindlas getoets word, met ander woorde, jy draai die eindlas om te sien dat hy nergens een opening het of swak is nie. Daarvan word hy dan getel in basis van 50 en hy kry een kaartje aan en daar waar hy gesertificeer word en ja, dan is die stokkie reg vir verkoop. Nadat ons die stokkies dan nou geklas het en 50 stokkies in een bos getel het, dan word hulle in een krat verpak en daarvan word hulle dan gerap met netlon wrap en net bietjie vastgestrap en op die palette, hier gaan omtrent so 5500 stokkies op een palet op en dan vervoer ons dit perl toe waar dit dan nou warm waterbehandeling ontvang wat goed is vir fytoplasmas, alwurms, rolblaar en al die type virusse en so en dan word dit daarvan verkoop aan die producente.